Mijn naam is René van Nes. Ik ben ambassadeur voor de Europese Unie. Ik ben geaccrediteerd in Guyana en Suriname, maar ook verantwoordelijk voor alle projecten die de Europese Unie financiert op de 6 eilanden in dit gebied en ook Sint-Bart. Dus dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor alles wat de Europese Unie hier financiert. En ik denk dat de Europese Unie een van de grootste financiers is op deze eilanden. Onze financiering gaat tegenwoordig onder de vlag van de Global Gateway. Dat is iets waar waarschijnlijk iedereen in de komende jaren over gaat horen. De Global Gateway is het antwoord van Europa op eigenlijk de hele grote investeringsbehoeften die we allemaal hebben in de wereld om te zorgen dat landen, gebieden meer duurzaam worden. Duurzaam vanuit een milieustandpunt, duurzaam vanuit een financieel standpunt, zodat je projecten financiert op een manier die je niet aan het eind van zo'n project met een hele grote schuldenlast laat zitten. Nou, dus Europa financiert bijvoorbeeld op Bonaire een heel mooi project op het gebied van afvalwaterreiniging. En uiteraard zijn we nu hier om te praten over dit project wat te maken heeft met space, met ruimte. Ik denk dat Bonaire buitengewoon trots mag zijn om dit project hier te hebben. Bonaire is daarmee een van de weinige plekken op de wereld waar zo'n grondstation is. En daarmee onderdeel van een wereldwijde infrastructuur die ervoor zorgt dat iedereen gebruik kan maken van navigatie. Iedereen gebruik kan maken van kaarten die ons inzicht geven in hoe de wereld zich aan het ontwikkelen is. Wat natuurlijk buitengewoon belangrijk is met de hele klimaatproblematiek. Het bijzondere van dit programma van de Europese Unie is dat alle data gratis beschikbaar worden gesteld aan iedereen. Aan overheden, aan bedrijven en aan burgers.